Laatst had ik 3 Nicky Sachs strips gekocht, waarvan ik er nu 1 bespreek, Noodweer. Het is deel 1 uit de serie De Avonturen van Nicky Sachs. Aanvankelijk was er wat verwarring bij mij. Er wordt in dit album namelijk verwezen naar een eerder verhaal. Meestal duidt dit erop dat de verhalen niet in oorspronkelijke volgorde worden uitgegeven. Dat gebeurt vaak bij buitenlandse albums. Maar dit is een Nederlandse strip. Dus ik ging uitzoeken hoe het zat. En nu blijkt het toch even wat anders te zitten dan ik had gedacht. Noodweer is inderdaad niet het eerste Nicky Sachs album. Als Noodweer in 2007 verschijnt, zijn er al 6 Nicky Sachs strips verschenen, waarvan de eerste in 2003. Deze eerste 6 zijn uitgegeven bij uitgeverij Bouwmaar. Daarna wordt de serie overgenomen door uitgeverij BD. Deze voegt De Avonturen van toe aan de naam van de serie en begint opnieuw met nummeren. Zoals bij alle Nicky Sachs albums staan er ook in Noodweer 2 verhalen, Noodweer en Horen. Noodweer speelt zich af in een haven in het zuiden van de Verenigde Staten. Privédetectieve Nicky Sachs is een aantal misdadigers op het spoor. Ze worden betrapt en gevangen genomen. Wanneer de dijken doorbreken en alles onder water komt te staan, gooit dat roet in het eten van de misdadigers. Ze laten Nicky voor dood achter. Vervolgens wordt de lezer meegenomen op een spectaculair avontuur dat zich afspeelt in een overstroming. Verhaal 2 heet Horen. Professor Henry Mitchell vraagt parapsychologe Elja Steiner hem te vergezellen op een onderzoeksreis in Zuid-Amerika. Hiervoor heeft hij een pagina uit een religieus boek gestolen. Wanneer Mitchell vermoord wordt en Steiner van moord wordt beschuldigd, schakelt Steiner Nicky Sachs in om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Hierbij komt ook het leven van Sachs in gevaar. De geestelijken schuwen geen geweld om de pagina terug te krijgen. Het scenario is van Willem Ritstier. Hij weet het verhaal goed neer te zetten. De lezer bevindt zich al snel midden in de actie. Hij weet het verhaal vaart te geven en spannend te houden tot het eind. De tekeningen zijn van Mink Oosterveer. Zijn zwierige tekenstijl ondersteunt de vaart in het verhaal. Ik vind het erg goed getekend. Ik ga zeker uitkijken naar andere Nicky Sachs verhalen.